Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen wordt gevierd. In dit kader heeft Stichting RUMA's een vaderdagprogramma in elkaar gezet voor de mannen. Volgens Emmy Haart, voorzitter van Stichting RUMA's, bestaat de organisatie in augustus 15 jaar en heeft zij in de afgelopen 13 jaar alle moeite gedaan om de vaders in de bloemetjes te zetten. Haart geeft aan waarom RUMA's wederom de vaders wil huldigen. We willen de vaders verwennen. We willen de vaders een dagje bezorgen, onbezonnen, waarbij we educatief 3 trainingen geven, zelf 4. Hoe kijk je naar je toekomst? Hoe kijk je naar je binding met je eigen vader en die seksualiteit? En na de pauze kunnen ze kijken als ze zelf een business willen opzetten. Dus we hebben bevoegde deskundige trainers binnen om ze te trainen. Maar ook lol te hebben. We hebben sport, een bootcamp. We hebben meneer Ronaldo klas voor een tekening van je ideale vrouw. En op het eind mogen mannen in gesprek gaan met een paar geestelijke leiders. Om te kijken, if this donanga wansani, dat ik het akatori amandati. Het is belangrijk dat mannen, met name vaders, weten dat zij een bepaalde rol hebben in het leven van kinderen. Een dergelijke rol kan niet licht genomen worden. Een man die in de opvoeding van huis uit alle tools heeft gehad, kan een goed voorbeeld zijn voor jongens, zegt Hart. Daarom is het van belang dat ook de mannen in de bloemetjes worden gezet. Ik vind het heel belangrijk. Veel mannen worden, veel mannen, vrouwen zijn een beetje teleurgesteld in die mannen. Maar dat komt doordat ze zelf iets hebben gedaan of zo. Maar aan de andere kant, ik als trainer communicatie en ik ben vroeger familiesysteemtherapeut geweest. Dan zie je dat aan one-on-one niet doet zo, maar zo lees naar binding, naar je pa binden zo of je grandma binden zo, dat is aan een mythe. En dat weten mensen niet, daarom moet je inzicht geven. En als deze massa sap dat, dan kijk je anders naar je partner. Ik ben communicatietrainer, ik geef waarden. Je bent een partner. Neem niet die, want als een vrouw kan een waarde, je kan die voor jou. Je moet geweldig zijn hoor, dat jullie bij elkaar een eenheid kunnen vormen. Maar dat krijg je door voorlichting. Dus ik vind het belangrijk dat we vandaag de mannen inzicht kunnen geven in hoe ze als vader nog een betere vader kunnen worden. De stichting wil de 100 mannen een leuke dag bezorgen, zodat zij weten dat er mogelijkheden zijn waarop zij als vader een betere vader kunnen worden. Het Vaderdagproject is gehouden in de congreszaal.